prison can't hold up. Mountains we climb. Gewoon, er is een tijd van ga. En onze tijd van ga is nu aangekomen. We zijn weer terug in Nederland. Iedereen is weer blij, want dan hebben ze weer lekker internet. Nou, ze moesten het zonder internet doen. Ja, ik wil internet kopen, maar ik heb bewust geen internet gekocht. Anders gaan ze de hele dag op die telefoon en dat soort dingen zitten. Jij toch ook? Maar het ging mij meer om dat het gewoon te kort was. Dus daarom, maar weer naar huis. En wat de wat was te kort? Gewoon, het winkeltijd. Mijn winkeltijd was gewoon te weinig. Nee, we gewoon de lange winkelen, maar we hebben niet goed geïnformeerd. Nou, stond duidelijk op dat dingetje maar twee keer een bus kon pakken. Toen kwamen we over de afstand die vroeg, je kan nog twee bussen hierna nog pakken. Like really? Ja, dat is jammer. Dat is jammer, ja. Dus, maar we zijn aangekomen bij IJmuiden, dus we gaan nu, we hebben alles al ingepakt, dus we gaan zo meteen naar boven. En dan gaan we de auto pakken, richting huis. Morgen richting is het huis. Kerst. Morgen is het lekker dus kerst, we moeten... dus we gaan vanavond lekker eten, want we hebben allemaal eetdingetjes besteld, dus dat gaan we allemaal doen. En Vesnel kwam met het idee om te gaan bingo voor je cadeautje. Dus dat gaan we lekker doen. Dus elke keer als iemand wint, krijg je een nieuwe cadeautje. Weet je niet, dan moet je nog langer wachten voor je cadeautjes. Jullie Sharon vindt het daar niet leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Hij mist de PlayStation. Nou mensen, we zien jullie zo meteen. Zo, we gaan nu echt verlaten. Zo blij. En we wachten tot we buiten mogen. Dat is een boot. We zijn aangekomen bij IJmuiden. En onze boot daarachter. Iedereen is moe, dus we gaan even de auto halen. Thuis aangekomen. Even lossen. Wat zeg je, boy? Een beetje erop glijden. Ja. Kom, haal die koffer snel eruit. Ze zijn wel goed. We zijn lekker thuis aangekomen. En het is precies zoals het was. Zoals we het hebben achtergelaten. Lekker schoon. Shari eet lekker de Mackie. Ja, de laatste Mackie is voor dit jaar. Laatste Mackie voor dit jaar. Dat is afgelopen met Mackie. Ze eet veel te veel Mackie. Ga niet. En ze is weer bezig met inpakken. Alsof we niet genoeg cadeautjes hebben, ja. Onze boom is vol. Ja, die boom is helemaal vol, ja. Ja, die boom. De boom is helemaal vol. Dus nou, we gaan even uitpakken. En dan straks heel veel eten halen voor kerst, voor morgen, ja. Hapjes en eten. Dus... Jullie zullen wel zien wat we eten. We zullen gaan met de kids even wat hapjes halen. En een taartje wat Shari had besteld. Shari is er maar alweer gevlucht. Ze is met haar zusje nu naar Primark gegaan. En weet ik veel welke winkels nog meer. Shari kan gewoon niet zonder shoppen, man. Dus ik ga nu lekker met de kinderen. Gaan we er vandoor. Vind je Shari ook om je? Papa. Ga ik even die dingen halen in de auto, denk ik, wassen. Als ik zin heb. En dan kom ik weer rustig naar mijn huis. We komen net van Love Cake. We hebben... Mama heeft wat... Sharinella heeft wat cupcakes. Wat nog cupcakes besteld. Maar het zijn gewoon taartjes in cupcake vorm. Maar ze zullen wel heerlijk zijn. Dus we moeten ze in de koelkast gaan zetten. Zei ze. Dus dan blijven ze tenminste een beetje goed. Ik heb daar nu al zin in. Ik ook. Ja, jij ook. Dat weet ik. En jullie zijn er ook? Hij is net wakker deze jongen. Hij is hartstikke moe. We gaan straks pannenkoeken maken, ja? Goed? Slaapkop. Zo, we zijn bij La Dreams Kitchen ook geweest. Lekkere cupcakes. En hier allemaal lekkere hapjes. Wist je al die doos even weg dan? Deze. Lekkere hapjes hoor. Zo, ik ben nu in Almere. Het is gewoon alweer donker. Ik moest eten halen, ik was het helemaal vergeten. Shari zei opeens van, ja, je moet eten halen. Ik zei, oké, is goed. Eten gehaald. Nu ga ik naar huis. Ik ben lekker thuis aangekomen. Ik heb het eten al gelost. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Die hele zuur. Een gaten van de zuur zit in dit zakje nu.
Dat is zo raar. Nou, maar geen zuur voor ons. Nee. Of voor jou. Nou, Shahar is bezig in de keuken. Ze is lekker alles aan het opwarmen. Want we gaan straks eten. En dan gaan we met mijn schoonouders eventjes kerstavond vieren. Lekker bingo! We gaan bingo en dan mag je een cadeautje pakken als je bingo hebt. Dat is Facebook het idee weer. Dus dat gaan we doen. Ik ga me zo meteen omkleden. Eten spannend. Heb je al het eten gefilmd? Ik heb het eten nog niet gefilmd. Ik zal straks het eten filmen hoor. Ik ga het nu voor jullie doen hoor. Kijk, Shadi heeft rijst met garnalen besteld. Wat nog meer? De andere is kip. Kip, ja. Ik mag ze nog niet meer open. Mag jij alleen zo kijken. En chow mein. En chow mein. Wat zit daarop dan? Gewoon met kip. Maar als mijn eten laat vallen, hè? Sparken. Kan je wachten? Gaan we dat niet zoeken? Gaan we nu eten? Nee, is voor morgen. Dan zet het in de koelkast voordat het... Ja, dat ga ik ook doen. Magisch? Mm-hmm. Ja, sorry. Iedereen heeft een cadeautje. En die mag het... Nu openmaken! Ik heb ook een cadeautje. Kijk wat erin zit. Ik wist het! Ja, openmaken. Ik wist het! Openmaken. Ja! Ja! Kijk. Die vind je mooi, hè? Ja. Ik ga dit. Wat is dit? Wat is dit? Een Hugo Boss tas. Dit is een mama. Eén ding. Ik heb een nieuwe tasje nodig, ja. Een Boss tas. Ik heb iets leuks. Een merk. Die heb jij. Wat zoek ze nog daarin? Dankjewel! Dankjewel, de kerstman heeft toch gehaald. Dankjewel, kerstman! Wat heb jij, Felix, Jairo? Een tas! Ja! Moet je wel gebruiken, hè? Ja, kan je. Heb je snel draag gelijk de schoen? Zit die goed? Ja, maar ja, kijk deze kerstboom. Maar dat is goed. Veel cadeaus, man. Ja, voor jou. Je bent ook zo, man. Waar ben jij thuis voor? Nog eten, nog eten. Hapjes komen, hapjes, hapjes, hapjes. Goed, hapjes. Hoe moet je hapjes dan? Oké, hier zit mijn naam, mama. Michael is gekomen. Michael. Zeg Michael. Wie? Waarom? Oh, Michael! TikTok, hè? Michael, mag het hier? Hey, zie je toch filmpje te kijken? Ja. Ja. Daarna, show. Maak maar open. Kijk, Ella. Wacht, show. Kijk, doe maar, show. Maak je dan maar open. Ja, Ella, maak je dan ook open. Shama, maak je ook open. Nano. Doe maar open, laat hem open. Kom maar. Kijk maar. Eens zijn lekker naar bed gegaan, want het is al best wel laat. Dus we zien jullie morgen weer bij de volgende vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Duimpjes omhoog. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Bye bye, zwaai zwaai. Tot de volgende keer. You know it, you know it, it's true. Ain't no prison can hold up. Mountains we climb up.